Jullie komen voor een groet- en ontmoetbus. Leuk joh. Ja, jullie mogen aan deze kant instappen en eerst even de handen desinfecteren. Ja. Hey, hey, Eva. Hoi. Heb je mooi t-shirt aan, jongen? Zeker. Het was ontzettend leuk. Ja. Eindelijk weer een beetje dichter bij mijn zoon en een iets meer privégesprek dan dat ik op de parkeerplaats sta en hij bij het gebouw. Je kunt iets meer samen delen en het gevoel dat je toch dicht bij hem bent. Ja, het is ook heel emotioneel. Ja, het zijn hele emotionele ontmoetingen waar ook wij als begeleiders van de SFV-wagen het soms nog een traantje om laten. Ja. Er zit weliswaar plexiglas tussen, maar het komt dicht in de buurt van een echte ontmoeting. Wouter, hoe was het voor jou? Wel leuk. Ik kan nu eindelijk met mijn gezin praten zonder dat het op de parkeerplaats is. En dat het langer dan een minuut is. En ik kon mijn zus nu ook zien en die kan nooit mee. Alleen denk ik dat de wereld in Nederland niet snapt van hoe het voor ouders en kinderen is in deze situatie. We hoorden heel veel over ouderen, maar eigenlijk niet over deze kinderen die dus ook heel alleen zitten zonder ouders. Heel vervelend, want dan ga je van heel veel contact naar in één keer naar helemaal niks meer.